Sorry. Je mag niet, hè, school. Sorry. Oh, oké, ja. Oh, dat is wel interessant. Ja. Dat is waar. Nee, want ja, teruglopende leerlingenaantallen komt goed, hè. Ik bedoel, wij zijn een positief, komt allemaal goed. Echt maar rekening. Straks een enorme babyboom. Zeg hier in de kerk, nou. Maar dan heb je ook te maken met wat minder geld af en toe. En dan is, en dat weet Klaas ook, hè, je kan natuurlijk, als je wat minder geld hebt, moet je op je kosten letten. Tuurlijk. Je moet kostenefficiënt zijn. Best moeilijk, het is een oud gebouw. Maar de conciërges, ik kwam hier aan, wat een piekfijn gebouw. Wie zijn de conciërges die het allemaal onderhouden hier? Ja. Nou jongens. Die zoals je. Paleis is lekker, is niks bij. Nee, maar het, is echt, het ziet er goed uit. Goed gedaan, maar je moet op de kosten letten. En dat geldt voor school, voor het bestuur, voor de directie. Maar privé moet je dat ook doen, want het zijn rare tijden, het is crisis. Misschien komt er een nieuw kabinetsbesluit. Dat je er overal rekening mee houden. Heb je gelezen, het onderwijs en personeel misschien, dat was op een school ergens, moesten ze harder gaan werken. Weet je al? Ja, meer uur, meer in de klas voor hetzelfde geld. Heb je dat gelezen? Nou, dat is echt toch verschrikkelijk. Dat wilden ze serieus gaan doen. Je moet je niet voorstellen, weet je wel. Een soort V&D-act. Ja. Krijgen ze er nooit door. Nee. Maar je moet dus ook privé voorzichtig zijn op de kosten letten. Ja. Nou, dan heb je het over geld. Ja, nou en dan heb je het, als je het over geld hebt, heb je het automatisch over Johnny Cash. Het lied gaat over uw portemonnee. Dus zingt u straks een stukje met ons mee. De laatste zin van elk couplet die luidt. Dan ben je toch een stuk goedkoper uit. Dan ben je toch een stuk goedkoper uit. Thank you very much. Nee, ja, je moet eens hier komen staan. Het is fantastisch. Nee, als jullie zingen. Goeie zangers te zijn. Nou, ga nog iets vragen. Dan wil ik dat de mannen, dat jullie na elke eerste regel van het couplet en in de tweede regel van het couplet, dat jullie je een beetje roeren. Dat jullie jezelf laten horen. Een beetje van. Yeah! Yeah! Moet je even. Ik zal het uitleggen. Kijk, dit is een hele beroemde plaat van Johnny Cash, een live LP. En dan treedt hij op en die heet Johnny Cash live at the St. Quentin. In de gevangenis. St. Quentin, I hate every inch of you. Ook even voor die jonge docenten. Hoe heet je eigenlijk? Hoe heet je? Jan. Johnny. Johnny. Nee, maar kijk. De St. Quentin gevangenis is een hele zware gevangenis. Er zitten alle gasten drie keer levenslang. Ja. En Johnny Cash gaat er optreden. In de aula zitten al die gevangenen daar. Hij treedt op en dan zingt hij. St. Quentin, I hate every inch of you. Die gasten vinden dat prachtig. Yeah, en zeggen, yeah. Weet je wat jullie dat doen? Nou zitten de meeste mannen thuis ook gevangen. Ja. En die willen dus in de gelegenheid stellen. Op alle frustratie over die tering. Op alle vrouwen. We hebben het over geld. En er is nou eenmaal een spanningsveld tussen mannen en vrouwen als we het over geld hebben. Ja, vrouwen en nou goed. U kent alle vooroordelen, alle clichés. Ja, dus we gaan de mannen vragen om dat te doen. Dames, Marijke, mijn excuus. Ook aan de andere dames, Petra. Het is een beetje vrouwonvriendelijk wat we gaan doen. Vinden we leuk. Voordeel bevestigend. Maar mij het, maar het is zo voor mij. Het is zo. En Petra, als je toestaat dat je collega's dat nu even zich mogen laten gaan, dan krijg je daar morgen een leukere collega. Tuurlijk. Dus al zijn frustraties kwijt over jou. Ja. Komt eerst. Okay. Are you ready? Hey. Mijn vrouw die nam een extra creditcard. En die pleurde ik gelijk in de open hart. Ik heb het bij haar toen wel flink verbruikt. Dan ben je toch een stuk goedkoper. Vrouwen kosten sowieso veel geld. Yeah! Dus heb ik laatst een latex pop besteld. Yeah! Wow. Die zit me ook wat minder op mijn huid. Yeah! Dan ben je toch een stuk goedkoper uit. Ik weet dat het niet enkel en alleen op tegels draait. Maar gaat ze lekker.
dan voel je je als man alsnog genaaid. Hey, hey. Ik weet al plastic op de zware stuit. Yeah. Yeah. Maar dan ben je toch een stuk goedkoper uit. De volgende. Vrouwen zeuren altijd aan je hoofd. Yeah. Omdat je ze ooit kinderen hebt beloofd. Ga toch voor het zingen de kerk uit. Want dan ben je toch een stuk goedkoper uit. En wil ze dan een ring met diamant, dan koop je gewoon zo'n slavenarmband. Want als je die met goudverf overspuit, dan ben je toch een stuk goedkoper uit. Ik weet dat het niet enkel en alleen op pegels draait, maar je wordt door die wijven steeds een poot uitgedraaid. Want belazen zelf toch een stuk luid. Want dan ben je toch een stuk goedkoper uit. Er zitten hier ook vrouwen in de zaal. Dan zit echt de hele nieuwe moeder maar voor zich daar, hoor. We zitten van mijn maaghuis. En na de scheiding plukken die je kaal. Neem ze serieus, maar niet als bruid. Want dan ben je toch een stuk goedkoper uit. De moraal van het verhaal. Zit je dan als Johnny zonder cash? En raak je dan vervolgens aan de vest? In de goot, daar denk je tot besluit. Dan ben je toch een stuk goedkoper uit.